Politiek Den Haag wil stevige maatregelen in de vlees- en vissector. Dit om te voorkomen dat het weer misgaat met de veiligheid van ons eten. Zoals een paar jaar geleden gebeurde bij zalmverwerker Foppe uit Harderwijk. Toen vielen er 4 doden en duizenden mensen werden ziek tijdens een salmonellabesmetting door zalm. In de Tweede Kamer is er vanmiddag gedebatteerd en verslaggever Sandrina Haddering die was daarbij. Sandrina, stevige woorden van de Kamer. Komt er nu ook een echte waakhond die over ons voedsel gaat waken? Nou, zeker. Als het dan minister Schippers ligt, dan is het ook niet zomaar een waakhond. Maar dan is het een waakhond die gromt of als het nodig is zelfs bijt. Volgens de minister is het afgelopen met het tijdperk waarin vooral vertrouwen in bedrijven werd gesteld. Hè, dat ze het allemaal wel zelf op orde zouden brengen, de zogenoemde zelfregulering. Wat haar betreft wordt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de inspectie, weer een echte handhaver. Een toezichthouder moet op zijn tijd tanden laten zien. Dat moet de NVWA ook. Ik vind dat belangrijk, want het gaat om voedselveiligheid. Het is ook goed voor de sector, want je ziet dat als er een aantal bedrijven in een sector het niet goed doen en een beetje lak heeft aan alle regels, dat dat een enorme uitstraling heeft op de hele sector. Dat vind ik niet goed, want er zijn heel veel bedrijven die ontzettend goed hun bedrijf runnen en eerlijk goed voedsel produceren. Nou, die moeten niet onder zo'n mistige schim zitten. Ja, de minister komt na de zomer met een voorstel richting de Tweede Kamer. En daarin wordt duidelijk wat de NVWA zo snel mogelijk mag gaan doen. En wat in elk geval al duidelijk is, dat de Voedsel- en Warenautoriteit veel hogere boetes mag gaan uitdelen. Ze mogen bedrijven op slot gooien. En als het nodig is, dan mag zelfs het Openbaar Ministerie worden ingeschakeld. Zodat, nou ja, dat is al wat de PVV al heel lang wil. En misschien dan toch nog directeuren die er structureel jarenlang een potje van maken, in die gevangenis terecht kunnen komen. Stevige maatregelen. Dus Sandrina Haddering in Den Haag, dankjewel.